Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Soul Link met Jordi van The Subpar Guys. Ik heb nu langzaam zeker geen vertrouwen meer dat jij het ooit op echt, de titel goed gaat doen. Echt hè? Ik ben er bang voor Milan. Beetje jammer, maar ja, komt goed. Vast wel, als we bijna bij het eind zijn, dan heb ik hem. Ja, maar vandaag de Sen. Niet meer de SSN, de Sen. Ja, precies. Sen. Nou, ik krijg ook een Sailor set als je die wil aankleden. Dat willen we niet. Wie is we in dit verhaal? Ik en mijn controller. Nou, dan heb je controller of geen zee-outfitje aan. Gelukkig is mensen mogen wel op zich blij mee zijn dat controllers niet hetzelfde hebben als de Wii. Dat je zo'n rare omhulsel eromheen kan doen. Ja. Wat zeg jij? Gaan we die hele boot ontleden of gaan we gewoon direct waar we naartoe moeten? Zullen we even de hele boot ontleden? Want ik weet ook niet meer precies wat erin zit. Oké. Okay. Gewoon compleet ontleden vanaf onder naar boven. En ik weet dat ik mijn niveau even wat hoger moet stellen, want Milan snapt de grappen niet. Nee, maar die snap ik echt niet. Hoezo ontleden? Onder naar boven. Ik ga een grap niet uitleggen. We moeten in één keer lukken en zo niet. Dan jammer dan. Aboard joke. Maar was wel nog steeds je antwoord dat we de boot gaan ontleden? Ja. Oké. Okay. Tot nu toe nog geen pokeballs tegengekomen. Ja, het is voornamelijk. Trainers ga je toch meer van de tijd niet echt zien. Dus het gaat meer om de ballen. Om de ballen. De ballen. Waar mogelijk medicatie in zit. Oeh. Ja, een trainer. Maar wel twee Pokeballs in deze kamer, dus dat is interessant. Magnemite? En Junior Dillon. Ja. Met de Magnemite, ja. Ja, exact dezelfde trainer. Magnemite. Even kijken, ja, voor mij is dat pas, voor ons pas de Powerplant. Oeh, level 18. Ja, ik zou op zich ook wel een Voltorb willen of een Electrobus. Alleen de vraag is deze game Electabuzz of is deze game Magmar? Allebei toch? Zit gewoon allebei in de game? Nee, voor mij heb je alsnog exclusives. Wow. Ik dacht dat ze er allebei in zaten, maar dat kan. Nee, ik kan het op zich heel snel checken hoor. En volgens mij is deze dan de Electabuzz en niet de Magmar. Ja, zou het zijn. Hier heb je Pikachu, maar je kan ook dit krijgen. Ook electric type. Ja. Yeah. Oh. Nee, je had gelijk. Magmar en Electabuzz kan je krijgen in deze. Ah ja, dat dacht ik al. Maar Magmar pas in de Pokémon Mansion. Koffing en Pinsir. En Grimer en Scyther zijn de exclusives. Oké. Okay. Dus op zich hou niet zo heel veel exclusives. Nee. Oeh, Banana is evolving. En Growlithe en Vulpix ook, denk ik, toch? Ja, wat weer zo oneerlijk is, want Vulpix heeft weer twee... Twee vormen. Dat betekent dat ik een ijstype kan krijgen. Ja. Een coole ijstype. Maar dan moeten we ooit een Vulpix vangen. Ja. Of we zeggen, fuck it, ik vang een Vulpix, jij vangt een Vulpix en huppakee. Nou, als we een keer dezelfde route hebben, dan zouden we dat wel kunnen doen op zich. Ja, het op zich de vorige gekund, zoals mijn Jigglypuff niet wegrende. Maar dan had je per gehad, dan zou je eigenlijk zeggen, die van jou is Ice en die van mij is Ferry. Mm-hmm. Ja. De game wilde niet meewerken, dus. Had het ook nog gekund, maar ik weet niet of ik of dat helemaal het juiste idee was. Mm-hmm. Ik weet niet of dat helemaal slim was geweest om dan allebei dezelfde ding te pakken, zeg maar. Ah, het is wel Nee. Maar ik denk dat het ook wel misschien veel beter is om te zeggen, fuck it. Toch maar twee verschillende. Ja.
Deze sailor zijn Psyduck gaat dood. En een Poliwag. En inderdaad een Poliwag, ja. Ja, sommige mons snap ik gewoon niet van, oké. Zo sterk zijn ze niet, waarom krijgen ze pas dan zo laat? Ja. Kijk, Dragon snap ik, maar... Sommige snap ik niet. Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt in ieder geval. Ja, en daarom vind ik het zo moeilijk om te zeggen voor welke game is een definitievere versie. Usum of Sun and Moon? Ja. Want Sun and Moon heb je veel meer in deel van dezelfde routes iedere keer. Maar in Usum kan je Salamence krijgen. Op heel snel 2. Al. Heel snel, ja. Zo onzinnig. Level 5 Salamence, toch? Ja, het is mij. Ik heb dat. Omdat ik een Salamence had in Survivor, heb ik gewoon. Omdat ik geen Citra heb, heb ik het zelf moeten doen. Gewoon weer een paar uurtjes zitten te zoeken naar Salamence. Dat is gewoon. Ik ben een paar keer Salamence tegengekomen omdat ik de bacon ging shinyen, zeg maar. Ja, toen was de Salamence er toch iets eerder dan de shiny. Ja. Nee, dat was ik me best. Alleen, ik vind het wel jammer in Usum dat ze die SOS-battles dan weer hebben aangepast. In hoeverre? Het is niet meer infinite. Je kan gewoon... Hoe bedoel je niet infinite? Ze blijven toch gewoon nieuwe spannen. Er was iets met verschil. Of het was infinite of het was iets anders, maar... Ik had helemaal zo'n executor met harvest en dan een lepaberry geven aan de originele Pokémon, zeg maar. Oh, even switchen. En dan met een andere Pokémon moest je wat anders doen of zo, met de Smurgle of zo. En dan was het allemaal goed. Zoiets. Oh ja, skill swappen of zo. Die harvest moest je skill swappen met... Er zat een verschil in, dat weet ik wel, maar ik weet niet meer wat het verschil was. Drowsy, jij leert geen Fury. Oh. Ik dacht dat het Drowsy was, maar het is de Psyduck. Psyduck, jij leert geen Fury Swipes. Overleeft het weer met 1 HP. Nee. Zo jammer, hè? Ja. Ooit gaan ze dubbelteam boost dat evasiveness en speed omhoog gaat. En als die omhoog gaat, dan gaan mensen ook daadwerkelijk dubbelteam gebruiken. Ja, precies. Voornamelijk in hexruns. Beauty Nikki. Met een Pidgey. En een Pikachu. Merendeel van de pipi. Pipi, pipi. Piep, 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 piep. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Ja, die kan ook nog, ja. Die Pidgey, die roest terwijl ik niet eens aanvalde. Wat een sukkel. Ja, soms is de AI gewoon zo raar. Het blijft ook raar dat oorspronkelijk de AI zo was. Ze baseren hun move pas wanneer jij iets doet. Dus als jij je Pokémon healt... Maar dat is echt oneerlijk. Ja, is het ook. Want zo kunnen hun healen... Terwijl je hem net hebt gedamaged, terwijl dat de eerste beurt is en nog geen damage heb opgelopen. Nee, precies. Ja, want er zijn no damage runs geweest. En dan als je de executor wil killen van Blue, wil je dat goed doen, dan moet je hopen dat hij ooit de hypnosis mist. Oké. Okay. Want hij de sleep healed. En dan kan hij zo weer hypnosis weer gaan doen. Omdat hij ziet van, hey, je hebt geen status meer. En we triggeren weer de status. Ja, precies. Oké, en dan zijn we er op zich alweer bijna. Hier nog kijken. Hier is niks.
En Eevee is me zat en springt van het schip af. Doei. Doei, Eevee. Trevor. Trevor? Van X en I, Trevor? Nee, van Castlevania, Trevor. Die ken ik niet. Ook nooit de Castlevania Animated Series gezien? Nee. Hier ligt nog een pokeball op een stoel, die ga ik pakken. Nou, wat is het? Is het een chair? Nee, ik moet nog eerst twee trainers verslaan. Voor je secret base? Tja. Is het weer een vuur-Pokémon? Ja. Zo jammer. Het is altijd een mond die je niet wil. Op zich raar. Is Encore niet over het algemeen gewoon een move dat, waarmee je direct triggert? Dus dat je niet eens een move hoeft te kiezen dat hij direct headbutt doet? Dat weet ik eigenlijk niet. Want hier heb ik de optie, maar dan zegt hij van ja, dat kan je niet doen, want Encore is de enige die ik kan doen. Dankzij Encore is headbutt de enige die ik kan doen. Prima, okay. Laat me dan ook alleen headbutt doen. Ja. Oké, okay, nu duwen we die Eevee eraf, laten we hem verzinken en dan hebben we geen Eevee meer. Blip. Vindt hij een watersteen, komt hij alsnog terug. Ja. Flikkeren we een vulkaan, vindt hij een vuursteen. Kunnen we hem toch evalueren. Flikkeren we een vulkaan, vindt hij een vuursteen. Precies. Er is altijd wat. Gooi hem in een sneeuw, in een sneeuwstorm, vindt hij een... Ice Stone? Ja, Ice Stone of een Icy Rock. Of een Icy Rock, een van twee. Nee, in welke game is het ook weer dat hij met een Ice Rock? Sword and Shield zeker? Nee, Ice Rock zijn alle games, maar Sword and Shield evalueert hij met de Ice Stone. Oh ja, die grote Ice Rocks bedoel je, zeg maar. Die ja. Zo, ja, 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 ja. Wat ze nog steeds gewoon naar mijn mening gewoon prima hadden kunnen laten doen hoor. Ice Stone, Leaf Stone. Maar ja. Nee, ze moesten weer speciaal zijn. Zo, jammer weer. Zeer jammer, ja. Maar ja, ze hebben zoveel evoluties aangepast in Sword and Shield. Flickervolt, Thunderstone. Lekker makkelijk, toch? Ja, maar dan gewoon meteen van het begin gedaan. Ja. Ja, daar zit wat in. Hetzelfde met Sylveon zometeen als Affection helemaal geen ding meer is. Ja, hij moet hoge friendliness hebben en dan een fairy move. Tje. Ja, oké. Prima. Even kijken, wat hebben we ik nog zo... Ik speelde het heel tricky, maar ik heb gewonnen. Milan, we zijn hier letterlijk op een schip. Niet tricky spelen momenteel. Tricky. Een nugget, wat flop. Maar was dit dan de nugget bridge, de kleine nugget bridge? Zo zou je het kunnen noemen. De nugget kamer. Ja, de nugget kamer, ja. Die even healen. Ja, de reden waarom ik dacht van, hey, het schip, misschien krijg je nog een TM hier. Want ik vergeet altijd in Gen 1, echt de oorspronkelijke versie, kon je body slam krijgen. En die vergeet ik altijd te halen. Ah, rip. Oké, nice. En nugget. Ga je ook naar de Rearrival toe nu, denk je? Check de laatste paar kamers nog even. Niks. Niks, waarschijnlijk. De laatste ook niks. Ook niks. Ja, dan is het Rival tijd. Even iets anders vooraan zetten. Weet je wat? Psyduck, jij hebt niet zoveel vandaag gedaan. Ga je gang. Psyduck!
Betere vraag is, waardoor heeft onze rival kut geleerd? Hij heeft geen partner Pikachu. Valspelerij. Ja. Zul je net zien, heeft hij gewoon een kapmes of wat dan ook. Ja. Slim. Ja, ik heb dit kapmes gekregen van de kapitein. Nou, ik heb meerdere vragen. Wauw, hij doet 1-2 cent attack. Dat is zo kut. Wist jij eigenlijk dat Psyduck een walvis is? Wat? Het water komt uit zijn voorhoofd. You love to see it. Nou, liever niet. Want nee. Als je wing attack crit, dan vind ik dat niet echt leuk. Oei, nee, dat snap ik. Welke wings eigenlijk? Oh, hij doet wing attack. Ja, ja, dat snap ik toch, ja. Nou ja, inderdaad een goede vraag. Waar zijn Psyduck en wings? Maar ja. Want hij is een duck. Dus waar zijn zijn wings? Ja, inderdaad. Worden hier gewoon genapt. Mirror move. Oké, Pikachu. Wat zullen we doen tegen Pikachu? Een mysterie. 20 jaar in de making. Waar zijn Psyduck zijn vleugels? Ja. Yeah. Maar hij heeft toch wel een Pikachu? Ja, hij heeft gewoon wel een Pikachu. Ja, hij heeft wel een Pikachu, ja. Alleen een Pichotto krijgt later de Megastone. Ik niet snap. Maar wie zou die dan de Megastone moeten geven? I don't know. Iemand anders. Ik vind het wel een mooie Mega, alleen ik weet niet of hij sterk is, omdat ik eigenlijk nooit Megas gebruik. Met abilities is hij best sterk, zonder abilities is hij pleuris. Ah. Hij heeft no guard, dus hij kan gewoon Hurricane spammen. Ah, oké. Okay. Ik moet Charmeleon even Headbutt leren. Misschien handig. Oh. Heb ik Quick Attack? Nee. Nou ja, binnenkort Leafstone je erop en heb ik een hele mooie Victory Bell. Victory Bell is wel een cool Pokémon. Ja, is alleen super traag. Dat is iets minder cool. Oké, Pika is dood. Bij mij ook bijna. Alleen nog de Oddish. Oddish. Wat eigenlijk gewoon betekent raar gras. Nou ja, raar is hij wel. Hoezo noem je Oddish nou weer raar? Oddish is een supercoole Pokémon. Nee, valt wel mee. Waarom kwam laatst nog een shiny Gloom tegen in zijn Oras run? What the fuck? Dat is nice. Kwam je twee shinies tegen, Shiny Gloom en Shiny Sviper. Oké, Sviper. Oké, dus oorspronkelijk zijn de secret technieken alleen maar voor mensen. Aha. Wat moeten wij dan doen? Ik word hier gestald door een Oddish. Oddish. Yep, en dat was de Sen. Ik ben gewoon al 5 beurten asleep. Kijk, maar Milan, dat klinkt als een jouw probleem.
Ja, dat is ook aan mijn probleem, maar het is wel gewoon onzin. Ja. Maar het is nog steeds in jouw probleem. En in sommige runs zeg je nu ook gewoon van... de ballen, Lieutenant Surge, ik zie je over 2 uur. Omdat je dan gaat trainen of? Nee, want je hebt Kurt en Kurt, je kan gewoon Lieutenant Surge skippen als je zou willen. Oh, wauw. Gaat de SSN dan naar Alola toe? Dat is de vraag. Dat is inderdaad de vraag. Ik zou zeggen, vraag dan de kapitein. Nou ja, omdat Mina hier is, daarom. Oh ja, die hadden ze in de game gedaan, ja. Nou, even healen. En dan, ik denk dat we dan een begin gaan maken aan de gym. Als jij ooit voorbij de stal Ordis komt. Ja, ik ben al voorbij de stal Ordis. Ik moet alleen dat gedoe met die kapitein nog fixen. Kapitaan. Ja, Eevee, doe jij je secret techniek eens. Helemaal goed, helemaal beter. Wij gaan voor nog een kilometer. Huts. De handholding in deze game was soms ook echt gewoon nee. Wat wordt er nou weer gehandhold? Ja, je kan deze boom neerhalen, maar eerst moet je hem neerhalen. I know. Nice. Nou, ze willen gewoon zeker weten dat je het goed doet, Jordi. Snap dat dan? Ja, nog even. Oké, wat was hier de criteria voor? Of is de HM hebben criteria genoeg? Ja, oké. Te schreeuwen. De standaard onzin van... Ja, Surge is de voorzichtige type, dus hij heeft barrières gemaakt. Nou, ik denk niet daarom. Ik denk niet omdat hij zo voorzichtig is. Jawel. Nee. Een hele voorzichtige jongen. Meneer. Ik merk ook echt dat ik aan het opletten ben. Ja, ik zet even een Psyduck in tegen de Magnemite. Oeps. Magnemite. Ja, terwijl een Weeping Bell een veel betere keuze is. Ja. Even kijken. En nu wisselen, want ik ben geconfused. Oké, wat is jouw plan van aanpak dan? Nou, zolang Steel Pokémon zijn, is het gewoon, hoe heet het, Charmeleon. En anders, het putten denk ik met Eevee. Ja, oké. Of Headbutt, Double Kick. Nee, maar ik heb Double Kick niet meer, want die heb ik verleerd voor Bite. Ah, ja. Een dubbele. Kikken. Nou, dat was de Magnemite. Ik wil gewoon even alle trainers, want ik denk dat ondanks het feit dat wij veel trainers hebben gedaan op de boot... wij nu weer underleveld zijn. Ja, precies. Dat gevoel had ik net ook een beetje. En ik heb nog steeds niet mijn Psyduck verwisseld. Oeps. Ja. Inderdaad, oeps. Daar heb je een Magnamite. Een Magnamite? Ja. Of een Magnamute? Nee, Mite. Mite. Oké. Het is geen Starmie, maar Staryu. Jij zegt. En daarom zeg ik ook tegen you. En niet tegen me. Ah. Magnemite stoot.
Milan. Je speelt al zo lang Pokémon. Ze gaan niet dood, ze feinten alleen maar. Nee, ze gaan dood. Ze gaan naar de schaduwruim, naar de shadowruim. Ja, ja. Oeh, dit is minder. Overdoet dit. Valt mee. Ik dacht, je bent iemand kwijt. Voltorb met zelfdestruct. Ja. Oef. Dat was ook een reden waarom ik even denk van oké, valt het mee of valt het tegen. Maar het viel mee. Het viel mee. Level 22 ook. Maar ja, nou gaan we niet meer raad doen en wisselen even naar iets anders toe. Ja, hij doet meteen zelfdestruct. Oh, bij mij wilde hij nog even oefenen. Oh, hij doet bijna geen damage. Op je? Eevee. Ja, ik dacht van als je zelfdestruct doet, kan ik maar beter in Eevee zitten, want die kan die hit wel taken. Oh, nog een Voltorb. Wauw. Ja. Doet hij ook zelfdestruct? Bij mij alleen maar Swift. Swift, Swift en nog meer Swift. Ja, bij mij doet hij Thundershock. Moet je nagaan. Je krijgt 144 experience. Normaal krijg je al 200 of 300. Oké, okay, Voltorb is dood. Dan is hij klaar. Even een mond naar voren zetten. Nee. Nidoking, ga je gang. Maar jij kan... jij gaat hier maar even los. Wacht, zijn die prullenbakken gekleurd omdat daar de knopjes in zitten? Weet niet. Als dat zo is, dan moet het echt niet gekker worden. Ik zie ze er wel voor aan, eerlijk gezegd, maar ik denk niet dat ze het zo makkelijk maken. Oké. Okay. Goed bezig, Nidoking. Ook even nog een kritje erbij. Helemaal perfect. Zullen we de gymleader bewaren voor de volgende aflevering? Oh, ik dacht geen zeggen, zullen we de gymleader beëindigen? Nou, geen probleem. Dat wou ik zeggen. Oké, okay, wat gaan we gebruiken? Een kapmes? Wat je maar wil. Jij maakt het verschil, Pokémon. Verkeerde generatie. Dat weet ik. Ja, ik vind het op zich prima om de gymleader in de volgende aflevering te doen. Oké. Dan ben ik in ieder geval klaar met de battles. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken in de beschrijving. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.